Hey, hallo allemaal en welkom bij mijn favoriete van de maand, januari. Ik heb een beetje last van mijn keel, dus sorry daarvoor. Je gaat het een beetje horen in deze video. Hopelijk als ik wat meer gepraat heb, dat mijn stem wat opgewarmd is tegen het einde van de video. En hoor je helemaal niets meer, maar het is al 3 dagen dat ik wat last heb. Dus ja, oké. Goed, ik ga dus mijn favorieten en ook fails met jullie delen. Ik wil voor ik begin met de video, wil ik nog heel eventjes iets laten zien. Diegenen die mijn vorige video gezien hebben, dat was mijn shopvlog van januari, die wisten dat ik dit palet besteld heb en het is aangekomen. Natuurlijk, een uur nadat ik mijn video online heb gezet, kwam deze aan. Maar goed, dus ik wou hem gewoon even laten zien. Dat is ook wat ik vandaag op mijn ogen heb. Ik heb er een heel natuurlijk lookje mee gemaakt. Dus als je dit palet ziet, dan denk je, oeh, fel. Maar dus dit is de look van vandaag. Ik heb enkel deze kleurtjes gebruikt. Ik heb deze 3 kleuren gebruikt. En dan deze rozige glitter en deze witte blauwe glitter. Kleur. Dus dat zijn de kleurtjes en de oogschaduw die ik vandaag op heb. Voor de eerste keer om dit palet te gebruiken. Ik wil jullie ook even zeggen, dit was limited edition, is voorlopig uitverkocht, maar moest je toch nog graag dit palet kopen, want ik ga jullie nu al een kleine preview geven van de favorieten voor volgende maand. Ik denk dat deze erin gaat zitten, want ik heb hem nu al 1 keer gebruikt, maar het is gewoon echt een heel mooi palet. Maar dus 17 februari wordt er nog een kleine restock gedaan van dit palet. En dan zal het voorlopig de laatste keer zijn dat je het kan kopen. Dus moest je nog geïnteresseerd zijn, ik zou dan ook naar het kanaal van Angelica Nykvist gaan kijken. Zij heeft daar denk ik iets meer informatie over van hoe laat exact je het dus kan opnieuw bestellen. Maar dus ik wou het even laten zien voor ik ga naar mijn favorieten dus van deze maand. Ik zal beginnen met een ander palet dat dus deze maand wel echt een favoriet was. En dit hebben jullie allemaal zien voorbij komen in de vorige video. Dus het Bite Me Croc palet van Root Cosmetics. Het is toch van Root Cosmetics? Ja, Root Cosmetics. Stond hier zo netjes duidelijk op. Maar nu staat, je ziet het hier, de R en dan Root. En hier een spiegelbeeld. In ieder geval, het is een verpakking vind ik echt niets. Dit is niet mijn type verpakking. Ik vind het echt zo nogal een kinderlijke verpakking. Ook de binnenkant. Ja, niet direct hetgeen wat ik aantrekkelijk vind aan een oogschaduwpalet. Maar dit is zo'n fijn palet om mee te experimenteren. Als je een klein beetje kleur wilt gebruiken. Maar toch nog bijvoorbeeld een draagbare look. Je hebt hier heel veel neutrale, warme kleurtjes. Maar dus ook die pops of color zitten daar ook zeker in. En ik vind het gewoon echt een heel fijn, tof palet om mee te spelen. Om gewoon voor elke dag te dragen. Maar ook weer, ja, je kan hier gewoon alle kanten mee uit. En dat vind ik zo fijn. Het enige wat het niet voor mij nog zou volmaken, is een zwarte matte kleur. Eventueel een witte matte kleur. Minder belangrijk omdat ik deze kleur heb. En dan nog een topige, grijzige crease kleur. Zou het nog perfect maken. Maar verder is dit bijna perfect. Echt een heel fijn paletje. Ja, daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat ik dat de rest van de maand toch zeker nog weer op mijn make-up kast ga leggen om te gebruiken. En niet in de kast ga steken. Oké, nog iets aan oogschaduw. Dat ik nog 2 oogschaduwpalet producten dat ik geweldig vond. Dit is ook eentje van In The Haul. Dat is dit kleine oogschaduwtje van Wet n Wild. Het is in de kleur Brûlé. Dit is niks bijzonders. Dit is gewoon een simpel mat kleurtje. Maar gewoon fijn om zo te gebruiken onder de wenkbrauw. Snel, snel, snel. Als basiskleur voor over je primer. Als je die wilt zetten. Gewoon een fijn basic productje eigenlijk. Maar echt gewoon heel fijn. En dan dit is een ook weer zo een handig product, omdat je het snel kan gebruiken. Dit is een oogschaduw van Illamasqua. Heb ik ooit gekocht in Londen, geloof ik. Dit is zo een Iconic Chrome Pigment Paint. Ik zou het niet echt een paint willen noemen. Het is echt meer zo een oogschaduw geperst pigmentje met redelijk wat kleur. Ik zal het even laten zien.
ik weet niet hoeveel jullie ervan gaan kunnen zien. Maar dit is zo een rose gold kleurtje en is echt super gemakkelijk om gewoon, als je geen tijd hebt, maar je wilt er toch een beetje uitzien alsof je moeite hebt gedaan, even met je vinger door het potje. En dan pak je de brûlée kleur van boven aan de wenkbrauw om het een beetje uit te blenden. Een beetje mascara, eventueel een beetje liner. En boem, je bent klaar om te gaan. En dat vind ik hier zo fijn aan. Je La Masca kan je online, denk ik wel, bij een aantal sites bestellen. Waar exact weet ik niet. Maar het is echt wel een tof productje om zo on the go te gebruiken. Allee, on the go of toch wanneer je niet veel tijd hebt om aan je make-up te besteden. Dus dit was echt wel een favoriet van deze maand. En dan heb ik nog een favoriete mascara. En dit was een beetje een onverwachte favoriet. Dit is van Kiko. Kiko's mascara's zijn zo wat hit or miss. Ik heb er een aantal die ik echt super fijn vind. Maar zijn er ook een aantal die ik gebruikt heb die ik zeg van... Dit is echt zo een dat ik zeg van... Yes, dit is echt een goede. Dit was helaas een limited edition. Want ik had die gekocht al een hele tijd terug. Dit is van de Lost in Amalfi 24 Hour Lasting Click Mascara. Dus ik had die gekocht of ik had die gratis gekregen, denk ik. Of er was een promotie aan de kassa of zo. Dus ik dacht, ah ja, nog een mascara kan ik nog wel gebruiken. Dus die zat al een tijdje in mijn backup mascara stash. Nu zit er nog maar één mascara in. Maar dus ik moest een nieuwe mascara hebben. Dus ik dacht, ik ga deze eens gebruiken. Het is zo'n klikker. En dan kan je hem eruit trekken. En het is echt een hele fijne mascara. Long lasting, dat doet hij echt. Hè. Hij blijft super goed zitten. Hij geeft goed volume. Het is echt een hele fijne mascara. Jammer genoeg, dus nu op dit moment, ja, dus niet meer te koop. Maar Kiko heeft zo dikwijls wel nog zo in van die eilandjes in het midden van de winkel. Zo wat producten van vorige collecties die wat aan goedkopere prijzen worden verkocht. Dus ik zou zeker een keer gaan kijken. Ik ga dat toch zeker een keer doen. Als ik nog eens tijd heb om naar de stad te gaan, dan ga ik zeker eens kijken of dat ik hem nog kan vinden om als backup te gebruiken. Want het is echt een hele fijne mascara. Ik denk wel, ik heb zo'n voorgevoel, omdat hij zo wat dat klikken heeft en dat je hem dan er gewoon uittrekt, dat hij iets sneller zal uitdrogen dan een gewone mascara. Dat is een beetje mijn angst dat ik hiervoor heb. Maar ja, hij geeft echt goed volume. Echt heel fijne mascara. Was ik echt heel tevreden van deze maand. En dan een volgende favoriet. Is ook eentje dat je vorige video gezien hebt. Dat is de Inglot Duraline. Dit is echt gewoon zo'n fijn product. Ook weer, dit is zo geen fun product. Hoe zeg je dat? Je maakt hier fun producten mee. Dit is eigenlijk een mixing medium. En ik gebruik het dus om kleine... Om één druppeltje gebruik ik dan met een beetje oogschaduw dat ik los heb geschraapt van een paletje. Of met een pigmentje heb ik het ook al geprobeerd. Je zou het ook kunnen gebruiken met glitters, heb ik nog niet gedaan. Maar hier kan je dus een liner mee maken of gewoon echt je oogschaduw mee gaan foilen. Werkt gewoon super goed. Het zou je oogschaduw waterproof maken. Ik heb niet echt 100% het gevoel dat dat het gedaan heeft voor mij. Maar het blijft wel goed zitten. Het is gewoon een heel fijn product. Dit is gewoon ook echt een must geworden in mijn collectie. En ja, het is gewoon echt de ontdekking van... Tot nu toe, de ontdekking voor mij van 2021. Als het nog steeds op het einde van het jaar de ontdekking van 2021 is, dan zegt dat genoeg, denk ik. Ik denk het wel. Maar goed. Oké. Dan heb ik nog eigenlijk mijn enige skincare product. Is deze Ceramide Night Treatment van de Ordinary. Van de Inkilis. Een heel dun serum, crème-achtig serum. Dat super snel intrekt en dat je huid ook een beetje extra boost geeft qua hydratatie. Het is een heel fijne om te gebruiken. Ik ben er echt wel fan van. Het enige waar je op moet letten is dat je kan hem als laatste stap over verschillende andere serums aanbrengen. Maar als je hier andere serums overbrengt of een olie overbrengt, dan begint dat zo te pillen. Dan krijg je van die kleine velletjes, van die rolletjes. Je weet wat ik bedoel. Niet fijn. Dat is het enige dat ik zeg van nadeel van deze. Maar heel fijn. Weet je, ik merk nog niet direct een verschil. Maar het is gewoon een aangenaam product in gebruik. Dus daarom vind ik het fijn. Of dat het nu echt massaal grote effecten heeft op mijn huid. Dat heb ik nog niet gezien.
Maar het is fijn in gebruik. Voilà. En dan de twee laatste favorieten al. Dat zijn twee lipsticks. De eerste is van MAC. Die zat normaal gezien in mijn kit, mijn professionele kit. Maar gezien dat er nu heel weinig werk is. En als ik ga werken op VRT, dan mag ik mijn eigen make-up... Allee, dat was dus door corona natuurlijk. Mag ik mijn eigen make-up niet gebruiken. Elke anker, elke nieuwslezer, elke persoon van de presentatie heeft zijn eigen zakje. De mannen hebben zakjes, de vrouwen hebben zo een plastieke box, zal ik zeggen, met daar hun eigen make-up in. Dus ja, ik heb eigenlijk een beetje nog een aantal van mijn spulletjes uit mijn kit gehaald en ben ik dus voor mezelf gaan gebruiken. Waaronder dus deze lipstick. Dit is echt een hele mooie kleur. Dit is de lipstick van MAC. Dit is een in Under the Covers. Under the Covers. Dit is een Love Me lipstick. Dit is gewoon zo het perfecte peachy nude, rozig nude, bruinig nude kleurtje voor mij. Heel fijn kleurtje. Is vrij transparant dit, maar geeft net voldoende kleur om zo mooi verzorgd te zijn. En dan dit is een lipstick van Sephora. Komt ook weer uit mijn kit dat ik voor mijn werk normaal gesproken gebruik. Maar nu ben ik hem dus voor mezelf gewoon aan het gebruiken. Dat is ook weer hetzelfde type kleurtje. Ja, je ziet, dit zijn eigenlijk vrij populaire tinten voor onze nieuwslezers. Dit was bijvoorbeeld eentje dat ik voor Martin Tange regelmatig gebruikte. Moest je dat willen weten? Dus ja. Dus dit is van Sephora. Dit is van de, ja, die zwarte lijn. Die zijn een beetje glanzend, maar ook niet te glanzend. Ik heb er zo nog zilveren van. Die zijn echt heel shiny. En dit is, goh, welke kleur is dit? S04, ja, hier staat nu niet direct heel duidelijk een kleur op. S04. Dus dit kleurtje, echt super tof kleurtje, super mooi kleurtje. Dit is de kleur lipstick die ik mijn vorige video ook aan had, moest je dat willen weten. Dus echt zo'n, ja, my lips but better kleurtje eigenlijk, hè. Voilà, dus dat waren de favorieten. Dan heb ik nog twee fails. De eerste fail is dit paletje. En ik ga het gewoon in zijn geheel zeggen, dit paletje. Hoewel ik voornamelijk deze kleur gebruikt heb. Maar dit is echt zo een slechte kleur. Sorry. Heeft echt gewoon bijna geen pigment. En als je hem aanbrengt en het is een beetje gepigmenteerd, een half uur later zie je bijna niks meer van de kleur. Dus dat is gewoon echt heel erg jammer. Ik heb deze kleur had ik geselecteerd in mijn 5x5 pan oogschaduw. Wacht, hè. 5x5 oogschaduw challenge. Waarin ik dus elke keer 5 random oogschaduws selecteer. En die moet ik dan gedurende een periode. Meestal doe ik het. Meestal op een week kan je ze wel gebruikt hebben. Maar ik verspreid het nu over een maand. Omdat ik dan nog andere dingen erdoor kan gebruiken ook. Dus 5 keer gebruik je 5 oogschaduws gedurende een maand. En deze was echt voor mij echt een struggle om te gebruiken om die reden. Terwijl ik het wel echt een heel mooie kleur vind. Zodat blauw-paarse, ik vind dat zelf op mij een flatterende kleur. Maar gewoon de kwaliteit was zo slecht dat het echt bijna... Het was echt gewoon moeilijk om ermee te werken. Dus dat vond ik een beetje minder. Nu, ik ga de looks die ik hiermee gecreëerd heb, ga je dus terugzien in de 5x5 oogschaduw challenge video. Die is momenteel nog niet online. Dat zal nog anderhalve week duren, denk ik. Ik moet hem ook nog filmen. Maar dus die komt nog online. En dan kan je ook zien welke looks ik met dit kleurtje gemaakt heb. Nu, de rest van het palet is ook niet gepigmenteerd. Eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus ja, dit palet is gewoon echt een fail. Ik ben echt aan het overwegen om hem aan mijn kinderen te geven. Mijn kinderen vinden dat soms leuk om ook zelf te schminken. En ik heb dan liever dat ze dat doen onder toeziend oog van de mama, dan dat ze stiekem in mijn make-upkasten gaan kruipen. Want geloof mij, dat durven kinderen ook doen. Moest je zelf geen kinderen hebben en hier geen ervaring mee hebben, het is geen aangename ervaring. Dus dan geef ik ze liever af en toe make-up waar ze mee kunnen doen wat ze willen, onder toeziend oog van mij, dat ze niet de temptation hebben om in mijn make-up te rommelen. Niet dat ik het erg vind als ze in mijn make-up... Ja, eigenlijk vind ik het wel erg. Oké, Emma, ik vind het wel erg.
Oké, en dan de laatste fail. Ben ik eigenlijk echt teleurgesteld over. Want toen ik hem in de winkel kocht, al een tijdje geleden, had ik zoiets van... Oh yeah, dit gaat het worden. Dit wordt helemaal hot. En dit is een eyeliner van de HEMA. De soft eyeliner pen in zo deze kleur. In zo die khaki groene kleur. Ze hadden ook zo wat een turquoise kleur. Maar ik zag die khaki kleur en denk, oeh, dat is een leuke kleur. En ik swatchte hem. En ik had zoiets van... Oeh, dit ziet er veelbelovend uit. Maar als ik het aanbreng op mijn ogen... Ik heb zo het gevoel dat er niet veel pigment vanaf komt, niet veel kleur vanaf komt. Mede ook omdat ik natuurlijk altijd oogschaduw draag. En ik heb het gevoel dat die niet zo goed over oogschaduw glijdt. En ja, ik draag altijd mijn eyeliner met oogschaduw. Ook al is het maar gewoon één neutraal kleurtje. Zoals deze kleur over mijn volledige ooglid. Want ik heb anders zo wel wat rozige, rode adertjes door mijn oogleden. Dat vind ik niet zo mooi. Dus ja, daar werkt hij eigenlijk niet zo goed voor. En ik heb hem ook één keer gebruikt om bij mijn zoontje... Ja, soms moet ik ze ook zo wat schminken. En ik had... Hij wou een oogbal op zijn wang. En ik had dus die oogbal getekend. En ik had het... Het gekleurde deel van het oog komt nu even niet op de naam. Had ik dus in deze kleur gezet. En dat ging er gewoon niet meer af. Dus ik heb in bad echt te schrobben s'avonds. Alles aan andere waterproof make-up dat ik op hun snoetjes had gesmeerd, ging er volledig af. Maar deze bleef echt zo, ja precies, alsof dat je met alcoholstift op iemand zijn huid had gegaan. En dat bleef zo echt zo'n groen, ja, half cirkeltje zijn op zijn wang. Het is er uiteindelijk wel afgegaan. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben hier gewoon eigenlijk niet zo tevreden van. Dus vandaar dat dit een fail was. Jammer, want ik had echt hoge verwachtingen. Ik dacht, yes, eindelijk nog eens een HEMA-product dat goed is. Ik weet niet wat dat is met HEMA-producten, maar ik heb altijd het gevoel dat die niet doen wat ik verwacht dat ze doen. Ik ben heel dikwijls teleurgesteld in HEMA-producten. Maar ja, goed, zo is het leven nu allemaal, hè. Je kan niet alles hebben, zeker? Oké, voilà. Dit was voor deze video. Alles wat ik tegen jullie wou zeggen. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. En ik hoop jullie uiteraard te zien in weer een volgende video. Tot ziens. Dag.